Deze concept quiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen? Zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. En vraag 1 bestaat uit 2 dias. Een eigenschap van constantaandraad is dat de weerstand ervan niet verandert als de temperatuur verandert. Dus als je uh, dat uitzet in een grafiek zoals hier is weergegeven, dan moet constantaan een uh, horizontale rechte lijn geven. En daarmee kunnen we al meteen concluderen dat uh, grafiek opties A en B dat die zeker niet de goede opties zijn. Dan moeten we nog eens even kritisch kijken naar de NTC weerstand. Ja, wat is de eigenschap van de NTC weerstand? NTC staat voor negatieve temperatuurscoëfficiënt. En daar komt eigenlijk op neer dat als de temperatuur groter wordt, dat de weerstand dan kleiner moet worden. En dan valt dus ook C af, en daar wordt die groter. En uiteindelijk eh, houden we er eentje over, en dat is optie D. Vraag 2. Om vraag 2 te kunnen beantwoorden, moet je weten hoe een diode, want een LED is, uh, is niets anders dan een diode die licht geeft, hoe een diode werkt. En de diode heeft als eigenschap dat het in één richting de stroom wel doorlaat. Dat is als de stroom in de richting staat van het pijltje. En in de andere richting de stroom tegenhoudt. Dan staat daar het muurtje. Nou, dan moeten ze eens even gaan kijken hoe de stroom loopt voor alle drie de diodes. En laten we beginnen met de rode diode. De stroom begint bij de pluskant van de batterij. Loopt door rood terug naar de minkant van de batterij en je ziet dat de pijltjes van de stroom in dezelfde richting staan als de pijl van de diode zelf. Dus rood zal gaan branden. Gaan we kijken naar blauw, dan moet de stroom dus daaronder langs lopen en dan zie je dat de stroom botst op de muur van uh, de getekende diode. De diode houdt de stroom in die richting tegen, oftewel de blauwe diode zal niet branden. Nou, dan hebben we als derde optie nog de groene diode. Daar kan de stroom aftakken en zo naar beneden lopen. En dan zou je zeggen: Ja, groen staat goed opgesteld. De stroom kan door groen heen lopen. Uh, gaat groen dan ook branden? Nee, groen gaat niet branden, want de stroom kan vervolgens niet verder lopen. Want uh, blauw houdt daar beneden de stroom tegen. Dus zowel groen als blauw zullen niet branden, alleen rood zal gaan branden. Vraag 3. En ook vraag 3 bestaat uit twee dia's. Ook bij deze vraag gaan we een constantaandraad vergelijken met, uh, met een andere weerstand. En dat is een draad in de gloeilamp. En dan heb je te maken met een ptc-weerstand. Daar gaan we dadelijk naar kijken. We gaan eerst even de constantaandraadje bekijken. Als uh, de weerstand van het constantaandraad niet verandert. En ik maak een ui-grafiek. Dan krijg ik een recht evenredig verband tussen u en i. En dan moet uh, de constantaandraad een rechte lijn geven in mijn grafiek. En dat betekent dat uh, C en D sowieso al afvallen. Dan moeten we dus gaan kijken naar uh, de groene lijn, uh, de draad in het gloeilampje. En die heeft dus een PTC-gedrag. En PTC wil zeggen dat de weerstand groter zal worden naarmate de temperatuur en dus ook de spanning groter wordt. En een grotere weerstand, dat wil zeggen dat als je op de I-as een stapje maakt en op de I-as dat I uitgezet. Dat dan het stapje dat je op de x-as gaat maken groter gaat worden. En dat houdt ook meteen in dat de lijn daardoor minder stijl zal lopen, dus die zal afvlakken. En dat betekent dat we uh, in grafiek A het juiste plaatje zien. Vraag 4. En deze vraag gaat over het gedrag van een LDR en dat moet je dus wel weten, anders kun je deze vraag niet maken. Een LDR is een lichtgevoelige weerstand en die zich als volgt, als er meer licht opvalt op die weerstand, dan zal de grootte van die weerstand kleiner worden. Dus in deze situatie is dat ook zo. Het licht wordt aangedaan, er valt dus licht op de LDR, die zal daardoor een kleinere weerstand krijgen. Die LDR die staat in serie geschakeld met een tweede weerstand. En als de weerstand van de LDR kleiner wordt, dan zal de totaalweerstand, en dat is de optelling van die twee weerstanden samen, die zal ook kleiner worden. Want de weerstand van de linker getekende weerstand, de waarde daarvan, die zal niet veranderen. Dus de totale weerstand wordt kleiner. De Bronspanning verandert natuurlijk weer niet. En als de totale weerstand kleiner wordt, dan betekent dat dat de stroomsterkte groter wordt. En dan zijn we er bijna, als de stroomsterkte links groter wordt, de weerstand van links niet verandert, dan zal de spanning over de linker weerstand groter worden. Vraag 5. Vraag 5 is best wel een lastige vraag, omdat je de neiging hebt om het uh, verkeerd te doen. Uh, de vraag gaat over een gloeilamp. En we hebben al eerder gezien dat het draadje in de gloeilamp zich gedraagt als een PTC. Dus de grootte van de weerstand van het draadje zal groter worden naarmate de spanning en daarmee ook de temperatuur stijgt. Als ik de spanning U twee keer zo groot maak, dan betekent dat dat I niet ook twee keer zo groot wordt. I zal dan iets minder dan twee keer zo groot worden. P is gelijk aan u maal i. Hoeveel keer groter wordt p dan? Ja, p wordt dan twee maal iets minder dan twee keer zo groot. Dus die zal minder dan vier keer zo groot worden.